Het verkiezingsprogramma van GroenLinks kent 6 thema's. Vandaag wil ik het met u hebben over 2 van die thema's. Zeist maken we samen en rijke natuur. Ik wil u meenemen naar 2 praktijkvoorbeelden die ons inspireren voor de toekomst. De Grifttuin in Nijenheim is een mooi voorbeeld van een inwonersinitiatief dat tot stand gekomen is op gemeentegrond. Het idee voor deze tuin is door de bewoners afgestemd met de Zeister Groene Groepen. In de uitvoering heeft de gemeente geparticipeerd. En tijdens het aanleggen van deze tuin is er gebruik gemaakt van de begeleiding van de Zeister Groene Makelaar. Deze tuin is een mooie, groene en zelfs eetbare ontmoetingsplek in Zeist geworden. GroenLinks Zeist zou het heel fijn vinden als dit voorbeeld navolging krijgt in Zeist en we willen dat stimuleren. Daardoor ontstaat er als het ware een lint van allemaal groene plekken in de bebouwde omgeving. En daardoor wordt het fijner voor mensen en dieren om daar te zijn. En er is nog een bonus aan deze mooie groene plek. Omdat die zo goed ontworpen is, draagt die bij aan de biodiversiteit. En wat denkt u van de hete zomers? Dan is deze plek lekker koel, dus je hebt veel minder last van hittestress. Deze Social Sofa is een mooi voorbeeld van co-creatie tussen de Rooms-Katholieke Woningbouwvereniging en haar eigen bewoners. Het ontwerp voor deze bank is gemaakt door de inwoners zelf. En de uitvoering in beton en prachtig mozaïek, dat hebben ze ook zelf gedaan. Op het ontwerp van deze bank ziet u de typische huizen van deze wijk en een drietal mussen. En die mussen die staan symbool voor het knokken voor je eigen woning. Ook dit is een voorbeeld van een mooie ontmoetingsplek met groen daarbij. Als inwoners zelf de regie hebben over de inrichting van hun eigen straat, dan zijn ze er veel meer bij betrokken en dan ontstaat er meer sociale cohesie. Het wordt dan gezelliger in de straat en daardoor ook veiliger. En combinaties van groen, duurzaam en veiligheid, dat zijn belangrijke waardes voor GroenLinks. Wil je meer weten over GroenLinks Zeist? Kijk dan op zeist.groenlinks.nl. Daar verschijnt binnenkort ons verkiezingsprogramma. Tot ziens!